Ik wist niet dat ik dat was. Zeik van de regen. Swinters ben je hier ook bezig. En je gaat gewoon maar stug door. Je trekt je helemaal niks aan van ons hier. Nou ja, ik ben hier om te trainen. Niet om een filmpje te maken of naar de regen te kijken natuurlijk. Nee, en die regen, dat heb je het laatst helemaal niet meer door. Als je binnen zit, die kijkt naar buiten en denk je, geef even een rot. Maar op het moment dat je buiten staat, nou, je wordt nat. Maar voor de rest gaat het best. Steeds maar weer 's morgens zo in je eentje te gaan doen. Ja, heeft u meestal best naar mijn zin. Ik heb meestal radio erbij aanstaan. En ik probeer elke keer iets meer te halen. Je hebt nooit behoefte gehad aan een alternatief om in een groep te trainen, om daar wat stimulans uit te krijgen? Nee, ik train niet graag in een groep. Het liefst in mijn eentje. Kan ik schelden op mezelf zonder dat iemand er last van heeft. Ik kan ook beter concentreren, ik word niet afgeleid. Het valt me best. Hoe gaat je dak vandaag? Ik ga niet zo vaak uit mijn dak, hoor. Ook niet als het echt zwaar wordt? Nou, als ik echt met 3 herhalingen bezig ben, hele hoge intensiteit. Dan moet je wel even uit je dak gaan, anders haal je het gewoon niet. Je gebruikt nogal veel bandages. Ben je een beetje wrakkig? Nee, dat niet. En dat hoop ik ook niet te worden. Want daarom heb ik ze ook om. Het is gewoon preventie. Het geeft wat extra steun. En ik heb zo geen last van blessures. Waar geeft het steun aan? Nou, vooral met name de pezen en de gewrichten. En daarom heb ik het ook om de knieën, om de polsen en af en toe eens om mijn elleboog. Geeft het je ook een gevoel van zekerheid? Dat denk ik ook. En dat is ook zeker met de riemen die ik om heb. Het geeft je zeker vertrouwen van, het zit wel goed, het kan niet fout gaan. Hoe rijm je het bij jezelf dat je aan de ene kant zo'n mooie beweging als discuswerp probeert te perfectioneren en aan de andere kant je krachttraining toch ook heel leuk vindt om te doen? Is dat niet een enorme tegenstelling? Nee, ik denk juist niet. Je hebt het ene nodig om het andere goed uit te kunnen voeren. Die kracht die heb je nodig om die techniek goed te kunnen uitvoeren. Heb je die kracht niet, dan wordt het ook heel moeilijk om die techniek op de juiste manier uit te voeren. Maar krachttraining is puffen, steunen, kreunen. En discuswerpen is... Daar kun je geen kracht in leggen, omdat... Nee, daar spreekt geen kracht van uit. Je kan niet zien van, kijk, wat moet die jongen werken om die discus weg te krijgen. En als ik hier onder die halter sta, dan zie je mij wel steunen en kreunen. En, dan is het echt hard werken. En dat lijkt met elkaar in tegenspraak, maar zoals ik net zei, is het dus duidelijk niet. Vertel eens over de schoonheid van het discuswerpen. Erover vertellen is denk ik heel moeilijk. Ik denk dat je het beste gewoon kan kijken. En dan zet je er een leuk muziekje onder, vertraagt opnames. Iedereen het vanzelf zien. You know that
Ja, maar ik wil het toch wel van jou horen. Wat vind jij er zo mooi aan? Ik denk dat het heel moeilijk is. Vragen ze aan iemand waarom je een schilderij heel mooi vindt. Die vindt het mooi, die vindt het niet mooi. Je praat wel eens over de swing van het discuswerk. Wat is dat? Een bepaald gevoel moet je er wel voor hebben. Een bepaald ritme zit erin. Heb je dat niet, dan kan je nog zo hard trainen waar je wil, maar dan zul je nooit wat bereiken. Hoe ver ben je nu in je voorbereiding op Viel? Ik heb dus afgelopen weken zowel verkopen als dus de limiet gehaald. Dat was ook een beetje de bedoeling om in mei al de limiet te halen. Dan ben je een beetje van het gezeur af van mensen die aan je hoofd blijven zeuren van wanneer haal je nou de limiet. Dus ben je daar gevoelig voor? Nee, maar ik word er wel een beetje ziek van altijd. Elke keer diezelfde vraag van wanneer denk je te halen en hoe ver moet je gooien en hoeveel keer. Dat heb je nou niet meer. Dat vind ik wel prettig. En verder, kijk, over 4 maanden is pas discus op het programma, het Olympische Spelen. Dus zover kijk ik nog niet. Zover hoef je nog niet te kijken. Hoe ver ben je nu in je training? Nou, ik heb 66 gegooid. Daar ben ik tevreden mee. En hoe dat verder gaat verlopen, dat weet ik niet. Dat zien we wel. Als je denkt aan Seoul en alle toestanden die daar aan de gang zijn, heb je dan als atleet zin om daar naartoe te gaan? Ik zit dat er gewoon helemaal buiten. Want als ik echt ga afwegen naar welk land kan ik dan nog wel gaan, dan kan ik niet naar Oostenrijk gaan met een wildtime daar aan het hoofd. Dan kan ik niet naar... Je kan nog wel 20, 30, waarschijnlijk nog wel meer landen opnoemen waarvan ik denk, dat zit fout. Kan ik naar geen enkel Oostblokland gaan? Kan ik niet naar Amerika gaan? Daar zit ook het een en ander scheef. Dus je moet gewoon heel stom zijn. En heel even die kleppen opzetten en alleen denken aan je sport. Ik weet wel dat het heel kortzichtig is, want er gebeurt veel meer in de wereld. Maar op dat moment ben ik alleen met discus. I'll be back.